Hallo. Hallo. Komt je bij je hoerbak pakken, kijk. Foto, foto, Ruben. Kom dan. Hey lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drieling van Nederland. Jalicia. Jada. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Vandaag zijn we in het dierenpark, hè? In Veldhoven. Veldhoven Zoo. En ze hebben hier heel veel dieren, heel veel papegaaien. En ze hebben aapjes en van alles. Dus we gaan snel naar binnen. Yeah! Maar als we binnen zijn, zijn we een stuk stiller. Want de dieren die houden er niet van schreeuwende kindjes. Ja? Kom, hobbelen maar. Maar hier zit er een houten stoel. Foto. Ja, dat is een hele grote boomstronk is dat, hè, die ze omgebouwd hebben. Oh, man wil nog een foto maken. Even lachen. Lachen. Wat heb jij een grote rolstoel vandaag, Jada? Hoe kan dat? Mijn rolstoel vergeten. Ja, ik ben jouw rolstoel vergeten. Hè? Papa was zo aan het inpakken voor de vakantie. Had ik hem even aan de kant gezet, vergeten in te laden weer. Nou, we mogen deze even lenen van het park. Lief, hè? Kijk, hier is allemaal roofvogels. Gaaf. Kijk eens een grote vogel daar. Zie je dat? Ja. Daar achterin. Kijk dan onder de joekel. Een adelaar. Nee, het is net als je moeder. Dat is een gier. Ik ben alles behalve hier. Nee, dat is waar. Je bent koopziek. Wat is dat? Het is een zeearend, hè? Ja. Wat staat er? Een zeearend. Kijk maar, zeearend. Ze hebben ook een Amerikaanse zeearend, die staat hier achter. Hij moet blijkbaar nog wit worden, want deze heeft een witte kop. Wat zullen deze dieren eten, denk je, Jason? Een menten. Nee. Nee. Vis, kleine zoogdieren, vogels en aas. Dat eten ze. Pas op, dieren komen bijten. Dag, lief vogeltje. Dag, lief vogel. Waarom heeft ze zijn ogen niet dicht? Ja, waarom zou hij zijn ogen dicht moeten hebben? Om ze dag gaan. Slapen. Ja. En als het nacht is, is ze pas wakker. Klopt, het zijn nachtdieren. Maar ik denk omdat hier zoveel mensen en drukte om ze heen zijn, dat ze wakker zijn. Maar misschien zijn ze wel even wakker en dan gaan ze vanavond, of gaan ze daar weer verder slapen. Ik weet het niet, maar in principe zijn nachtdieren, heb je goed gezien, joh. Die uil was super schattig. Is ze schattig? Ja. Kom, volgende wandelroute verder. In het park leven ook gewoon wilde ooievaars. Kijk, hier heeft er eentje een nest gemaakt. Verderop staat er ook nog eentje. Dat is moeder ooievaar. En dat is vader ooievaar. Dat is ook altijd zo grappig. Stoppakjes. Kijk, zo'n kleintje hier. Oh, jullie lekker eten. Ja. Zo, stoppaars en ratten. Zeg je dat? En de kleinste gaat ermee vandoor. Heeft hij hem opgegeten? Ja, die was al op. Oh my god, hoe snel heeft hij wel een banaan? Hij is een keer weggerend ermee, jong. Zit erachter. Of toch niet? Ah. Of toch niet? Nee. Die... Of toch niet? Nee, wat een zielig. Then everybody has the bad, the bad, it's the suffering bird. Zo. Goed zo, kom maar. Waarom dit is bij mij net flapperen? Omdat hij stevig vast zat, je vroeg hem bijna vanaf net. Lekker. Ja, Jada, kom maar, jij mag ook. Wil je pindertje? Wil je pindertje, Haap? Kom, ik ga Jada voeren, Haap. Ja. Pinda, ja, ik wil ook een pinda hap, eten. Maak je een pinda eten? Jij mag ook een pinda eten, ja. Heel goed. Kijk, die heeft jou niet laten vangen. Hé, papa, ga je. Daar, 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 daar. Oh, dus hier zijn die heel goed. Speeltuintje, ga even lekker spelen, jongens. Zo, even pauze, kunnen kinderen even energie kwijt. Ja, ja. Wat ga jij doen? Jij kan
Oh, zo naar beneden? Ja. Oh, goed voor jou. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo jullie op zijn kop? Ja. Het is wel heel bijzonder hier in het park. Al die vogels die worden allemaal ingeleverd in het park. Je kunt hier gewoon met je kakatoe of met je papegaai naar het park toe komen. Kun je hier afgeven. En zij zorgen de rest van het leven voor die dieren hier. En die zitten er gewoon netjes in een kooi. En soms worden ze dan geadopteerd, zoals hier. Door een klas, zo te zien. En dan is die vogel van hun, zeg maar. Dan blijft hij wel gewoon in het park. Dan adopteren ze en dan sponsoren gewoon die vogel. En dan zeg maar jouw vogeltje hier in het park. Heel leuk. Vind je het lekker? Je laat hem vallen. Je liet hem vallen. Ja, koepiekrauw. Je kan dansen. Hallo? Hallo. Heel rustig. Ja! Die eet ook noten. Ja, die eet ook nootjes. Hey, ringstaartaapjes. Die zijn leuk. En Trisha? De apen houden. De twee apen houden mijn handen vast in mijn arm. Maar ze zijn niet bang, hè? Ze zijn totaal niet schuw. Kijk, die wil niet meer. Kijk, pak die gewoon uit je hand. Allee. Hij pakt me vast. Pak je jou vast. Wat wel bijzonder is hier aan het dierenpark, is dat je samen met de medewerkers de dieren kan voeren. Tijdens voedertijd deelt de medewerker gewoon wat voedsel uit. En dat kun je dan aan de aapjes geven. Hartstikke leuk. Ik durf niet om te aaien. Hey, ik wel. Maar, dat doet echt niks. Hey, ik zit aan de staart. Ik zie een rolletje. Ja, dat klopt. Je ziet inderdaad een rolletje. Oh, wat lekker. Hij moet ook poepen, toch? Ja. Waar ga je? Die pak ook goed. Kom maar. Leuk je niet meer? Let op, hè. Geef. Kom eens hier. Ga maar liggen. Dan komt je wel je hoofd afpakken. Kijk. Kukuk. Ja, maar die heeft nou een dadel. Geef een ander diertje wat. Hier loopt er nog eentje op de grond. Die is afgesloten, mevrouw. Mama, ze pakt zich ook het eten uit mijn hand. Ja, schat, lief hè. Ze pakt het eten uit mijn hand en ik pak het. En je slaat mij het eten uit de hand. Met die ring. Houd een handje op je hoofd. Dit zijn ringstaartjes. Zit je lekker, jong? Dit zijn ringaapjes. Ringstaartaapjes, noemen wij ze, maar ze heten eigenlijk heten ze. Akkies! Ja! Nee, je kan hem niet pakken. Hij komt vanzelf, lieve schat. Je zit in mijn vinger te bijten, gluipert. Nee, zit die! Ja! Kijk. Foto, Ruben. Oh, ja. Hey. Oh, jammer. Hey, zag je dat, Jason? Ja. Dacht je op mij? Champion, hè? Ja. Dacht je op mij? Ja, bij Jason. Bij mij! Waarom niet bij mij? Doet hij de andere keer misschien, schat? Dat kunnen we niet van tevoren zeggen. Je hebt nog, je hebt nog. Ja, ze komen zelf wel. Kijk, de hele horde staat al klaar. Kijk, dan komen ze met Jelisha. Heb je hem gezien, Jelisha? Ja, je hebt ook nog niet gehad. Is het die op mijn schat? Zit hij bij jou, schat? Die zat op mijn schat! Dan komt de volgende. Jelisha, die komt bij jou. Die voetjes zijn plakkerig. Hé, maar zie hoe netjes die dieren zijn? Die pakken ook maar één stukje. Hè? Als jullie snoepjes pakken, pakken jullie 10 tegelijk. Dan pakken ook maar altijd eentje. Ah! Dit dan. Hé, ging je klimmen? Die klom over jou heen. Komt hij weer. Jason, let op. Hou hem omhoog, Jason. Laat zien dat je hem hebt. Goed, mijn aapje. Oh. Iemand heeft me door de waterleiding heen geboord. Zie je dat, Jason? Ja, ik wil ook. Hey. Ik wil ook. Dat wilt u niet. Ja. Je kunt ze niet dwingen, je moet ze gewoon. Hey, Jason. Zo nee. Janisha, Jada, zeg eens hier. Oh, kom eruit. Ondertussen gaat er een vliegtuig over. Nou, niet tussen dat. Ze zitten ook bij Eindhoven, hè? Zullen we als huisdier meenemen?
Ja hoor. Ja, hij is open, dan gaat hij weg bij je. Nog één stukje, hier is het. Hier dan. Hallo, even geen ruzie. Zo. Op. Midden in het park hebben ze ook nog een grote indoor speeltuin. Dat ziet er echt heel mooi uit. Met al die beplanting, je hoort het ook, allemaal vogeltjes. Kan je rondom kan je eromheen lopen. Er zitten alle vogelkooien. Kijk, hier liggen ook vogels binnen. Ja, ga er maar overheen, schat. Ja. Ik kan gewoon loslopen. Ja, je kan gewoon loslopen, ja. Ga maar spelen. Kijk, er zit ook een exotische vogel. Heel mooi gemaakt. Ja, ga je ook maar spelen. Ga je zo? Kijk, ze hebben ook kamelen. Weet je waarom kamelen bult op de rug hebben? Ja. Waarom dan? Ja, omdat ze heel stout zijn. En dan hebben ze allebei heel erg geslagen en dan hebben ze bult ervoor gekregen. Nee, dat is fout. Weet je waar kamelen leven? Nee. In de woestijn. En wat is in de woestijn niet? Ja, maar deze kamelen wonen niet in de woestijn. Nee, die wonen hier in het dierenpark. Maar normaal leven ze in de woestijn. En dan hebben ze heel weinig water. Dus wat die dieren doen, die doen in die bulten geen water opslaan, maar vet. Er wordt heel vaak gezegd dat er water opgeslagen wordt, maar er wordt heel veel vet in opgeslagen. Waardoor ze lang door de woestijn kunnen lopen zonder eten en drinken. Mooi, hè? Kom, we gaan door. En ik heb het ook. Ik hoef er ook niet de hele tijd eten te drinken. Maar nee. Nu wel. Ja, je hebt trek, hè? Kom, we gaan even kijken of we misschien wel kunnen eten. Ja. Ik mag altijd twee keer. Omste beurt. Eten. Jouw keer, jouw pittig wijfje. Wil jij ook, jongen? Ja, ik ook. Ja. Voor jou één. Voor jou één heb je ook niet nodig. Het is voor de parkieten, kun je gewoon zo geven. Jij staat goed hoor, schat. Jij staat echt goed. Blijf zo staan. Blijf gewoon zo staan. We kunnen elkaar allemaal op de hoek. Ja, dat lijkt me leuk. Je zit hier alleen nergens veilig. Je ziet vaker zie je wat wit naar beneden komen. En dat is gewoon vogelpoep, want die vogels poepen natuurlijk hier overal. En ze zitten hier ook. Kijk, daar zit er ook eentje, daar zit er een. Als je niet oplet, heb je zo'n flater te pakken. En? Ben je aan het vissen of vogels? Vogelvissen. Nee. En heb je al beet? Dit is een beetje verlegen. Schat, ze moeten gewoon niks hebben van je. Ja, toch? Hij ziet natuurlijk dat ik een dierenvriend ben. Kom maar. Kijk, en dan komt alles weer dichterbij. Dat vindt hij wel lekker, hè? Ja. Kom dan. Oh, ik vind het hier. Hij bijt je gewoon. Nou, die krijg je voor mij niet. Ik was kijken. Hij wil de druif. Kijk. En hè? Schrok je nou? Was je een beetje bang? Ik ga er eentje kijken wat ik graf heb. Kijk, daar is eentje wel dan. Zie je dat? Wat is er? Ah, je bent hier aan het voeren. Ik ben aan het ga maar, ja. Ik heb dus een hele stengel gegeven. Waar is die naartoe? Die is nu al op. We hebben al die vogels het opgegeten. Het is een hele grote stengel, dat kan niet. Allemaal. Ja, pak het dan. Water. Ja, pak het dan. Sophia. Die heb ik bij de water allemaal opgemaakt. Hoezo opgemaakt? Er zit niks meer aan een stengeltje. Ja, je hebt het allemaal fijn gemalen. Wat? Deze, die stengel. Dat. Nou, we krijgen dadelijk deze. Ja? Klein stukje. Jij moet je nu hier aanhangen. Ja, dat is lekker, hè? Zo je neus op bijten, dat zou lachen zijn. Waarom heb je die druif gedaan? Die had ik gevonden.
Kijk, ik heb mijn knuffel daar. Zie je dat? Ah, wat een schatje. Ja. Nu heb hij. Ik ben alleen bang dat hij met beide mijn oog. Nu is die stengel met die. Oeh, daar gaat hij. Daar ging die. Daar is die. Ja, maar met drie kinderen omheen voelt hij zich al bedreigd. Maar ja. Jij hebt allemaal zaadjes in je haren, jong. Nou, de laatste pinda's. En dan gaan we richting huis. Ja. Dag, tot ziens. Zie je, mooi papegaaitje voor jullie allemaal. Kijk ik die? Alsjeblieft. Kijk ik die? Voor jou een sticker. Ik heb papegaai even opgeten. Oh, dat vind jij wel leuk, jongen. Weer een knuffelaar, want je bed ligt vol met knuffels. De verzamelaar. Ja. Ja, ik vind het echt een superpark hier. Ja, we hebben alles zo'n beetje naar gezien. En vooral de interactie met de dieren vind ik erg leuk. Dat je de vogels kan voeren, dat je de aapjes kan voeren, dat de aapjes op je kunnen zitten. Heel erg leuk gedaan hier. Het park is ook heel gastvrij, moet ik zeggen. Ja, heel toegankelijk. Het is niet zo duur. En een Veldhoven bij Eindhoven is ook nog best te doen. Dus ik denk dat we wel helemaal rond zijn. Gaan we nog spelen? Wil je nog een keer spelen? En als allerlaatste wilden de kinderen toch nog eens een keertje terug naar de speeltuin. En Jalisje wil met mij... glijden. Met mij glijden, ja. Nou, klimmen we naar boven dan. En dan met mijn rug, dames en heren. Het doet een pijn in je rug. Zo, nou kom, ga nou even spelen. Papa komt zo terug. Vind je dat ik viel? En morgen om 4:00 dan zijn we er weer. Doeg! En vergeet niet op een belletje drukken. Nee, dat moet je vooral niet doen. Nou kom, ga spelen nog even.